it. Just come and get it, get it. We zijn uitgenodigd door Ajax om hier als profclub te komen spelen tegen profclubs uit Nederland, maar ook amateursteam, wat het wel boeiend maakt. We're here today with three of the Premiership teams, Everton, Southampton and Reading. They're here because one, for their development. We've been playing lots of futsal in England and we see it as a key element and component to their development. So yes, this is something we hope to be doing every year now. Anders, want je mag hier bijvoorbeeld niet de slijding maken ofzo. De bal stuit dit meer. Je moet heel veel bewegen. Ja, zeker in de jongste jaren, als je motorische ontwikkeling nog volop in groei is, denk ik dat het een mooie stap is om een brug te maken van zaalvoetbal en veldvoetbal. Ja, pure straat, weet je wel. Het is niet echt gericht met de regels enzovoort. Het is laat ze op avontuur gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, vooral de technischheid, wat ik daar juist al zei. De snelheid van aanname, de juiste controles, snelle bewegingen maken. De ruimte heel juist leren inschatten, want het is veel kleiner. We hebben een programma dat we op de maandag hier bij Borgland binnen trainen. Of op het terrein buiten op straat. En werken we aan een fijne techniek. En dus kinderen leren wennen aan andere ondergronden. So no more kick and rush? No more kick and rush, no.